Een hele goede middag. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb het gisteren al gezegd. Gisteren was het Vaderdag en heb ik Anneke gezegd we gaan morgen nog ergens nog gaan lunchen voor Vaderdag. En vandaag is het de dag. Hey. Yay. Er is er eentje in slaap gevallen. Op papa. Dat is wel heel schattig, hè? Het was lekker eten, leuke lunch. En onze schone slaper, die slaapt nog altijd. We hebben hem eigenlijk gewoon al slapend in de auto kunnen inladen. En dan hebben we ook nog verder, ook nog snel thuis nog onze auto ingeladen. En nu zijn we er eigenlijk klaar voor, hè? Om te vertrekken. En c'est parti, hè? Ja, het is al 3 uur voor de Ori. Ja, het is snel gegaan. Je mag daarin checken vanaf 4 uur. Nou, om 4:30 zijn we daar, dus dat valt wel mee, hè? Dus we gaan dus nu rijden naar Centerparks Het Eiderbos. Yay! Hier zijn we dan. Zeker. 1,5 uurtje later. Centerparks Het Eiderbos. Welkom. We komen inchecken. We hebben ons zo net ingecheckt. We hebben hier al onze bandjes hier ontvangen. Het zijn er heel veel natuurlijk nu. Want ook de grootouders die komen er ook aan om de verjaardag van onze Jules te vieren. Ay, de grootouders van Jules trouwens, het zijn niet onze grootouders. Oh kijk, passeren hier het pannenkoekenrestaurant. Met een leuk speeltuintje. Dat is heel wel leuk. Er zijn heel wat speeltuintjes hier weer nog. Heel veel speeltuintjes. Het is hier grappig, wij zijn hier de vorige keer geweest in december. We hebben hier trouwens toen nieuwjaar gevierd. En nu is het hier nog groener dan dat het eigenlijk toen was. Ay. Het is ook natuurlijk ook geen winter meer en ja, de herfst is ook al toen heel wat blaadjes weggedaan. Maar nu, het is hier echt wauw. Ik ben blij om hier te zijn. Zo, we zijn aangekomen. We staan geparkeerd aan 936. Ja? Hier is ook 936. Of is dat iets anders dan? Er zijn twee ingangen. Twee ingangen waarschijnlijk. Ja, we hebben deze keer echt ook wel een grote cottage genomen, zodat we allemaal een slaapkamer hebben. Al het bezoek dat komt. 936 heeft hier een deur, maar heeft hier ook nog eens een deur. Dus ik vermoed dat dat twee cottages zijn die ze aan elkaar gesmolten hebben, denk ik. Hè. Het kan ook zijn dat er nog een verschil zit, want er staat A en B op. We zullen zien of het werkt. Ik ga hier dan gewoon voorhouden en als dat groen wordt, yes, dan mogen we binnen. We mogen binnen, Jules. Right. Welkom. Kom maar binnen, kom maar binnen. Wat is er hier? Moet je eens kijken? Oh, ik zie het al. MEC. Het heet trouwens Premium Cottage waar dat we zitten. Ja, je hebt in Centerparks heb je verschillende gradaties. Je hebt Comfort, je hebt Premium en je hebt VIP. En vroeger, ik weet dat nog, vroeger was de VIP het enige met een vaatwasser. Ja. Gaan kijken of dat nu veranderd is in de tussentijd. Zo hier. Yay! Ja. In de tussentijd zijn de standaarden toch veranderd. En heb je dus bij een premium ook een vaatwasser. Het grote verschil, denk ik tegenwoordig, is dat je wat meer wellness krijgt. Bij een VIP heb je dan standaard een sauna of een infrarood sauna. Een bubbelbad, geloof ik. En ook nog een paar andere extra's. Volgens mij zijn dit dan bijvoorbeeld de premium stoelen en tafels. En ik weet, bij VIP heb je dan tegenwoordig zo wat meer luxueuzere, wat meer wellness. Wat meer comfort, wat meer dingen. Maar dat mag, hè. Dat mag, moet verschil zijn, hè. Als je daar ook voor betaalt, natuurlijk. Twee ovens naast elkaar. Twee koelkasten naast elkaar. Je kunt in stereo eten klaarmaken. Amai, zoveel potten en pannen. Een groot gasvuur. Eigenlijk ook leuk een keukeneiland. En ze hebben daar ook 3 stoelen aan gezet. Dus je kan zo'n beetje hangen aan de toog. Dat is eigenlijk wel leuk. Ja? Net als ook eventjes al het terras laten zien. Ja, volgens dat is mij ook leuk, want het zit eigenlijk allemaal zo samen in een blokje. Ja, ze zitten met z'n 4 aan tafel als je dat zou willen laten staan. Zo, hè. En ook nog een tuintje erachter. Dat is ook zo'n typisch centerpark, hè, midden in de natuur. Een open haard die we uiteraard niet gaan gebruiken. Amai. Het is veel te warm weer. We hebben ook trouwens een papier meegekregen dat er brandgevaar is, omdat het extreem droog weer is de afgelopen tijd. Dus dat je heel erg voorzichtig moet zijn met sigaretjes bijvoorbeeld en alles wat met vuur te maken heeft. Barbecuen, heel erg... Het moet op,
opletten. Opletten. Extra droogte. Hier staat alles in van tassen en borden. Gelukkig meer dan voldoende. Een lange tafel. Yes. Waar iedereen aan kan zitten. Hier heb je een deur. En als we die binnenwandelen, dan komen we in een badkamer terecht. Een douche. Dus we gaan tellen, hè. 1 badkamer. 1 loopdouche. Dit is een slaapkamer. Stapelbedje. Dat zou handig zijn voor als onze Jules wat ouder is. Hier gaan we eerst slapen. Voilà. Ja. Toch? Ik vind het een goede kamer om te slapen met jou. Oké, dan gaan wij deze kleden. Dan kan misschien onze Jules daar. Trouwens, er is nog een tv op de kamer. En hier is ook nog een haardroger en een kluis. Al je kostbare bezittingen. Voor als je je eigen gezelschap niet vertrouwt. Ja, Jules moet er alweer aan mee lachen. Ja, inderdaad. Jules vindt kluizen heel leuk. Jules vindt kluizen heel leuk. Hij heeft ene keer het voor elkaar gekregen om een code in te stellen en ze op slot te doen. En wij kregen de kluis niet meer open. Maar gelukkig zat er op dat moment nog niets in. Heb je dit al gezien? Dit is cool. Heb je het nog nooit eerder gezien in een Center Parks cottage eigenlijk? Dit moet iets nieuws zijn of dit moet misschien uniek zijn. Aan dit park persoons, of zo, ik weet het niet. Een 10-persoons cottage, ja. Ja, maar dit is echt wel leuk, hè? Zitten er ook balletjes? Leuk! Dat is wel belangrijk, natuurlijk. Ja, ik heb een balletje. Ja, kijk, voilà. Hela, hela. Oh. Ja, dat is echt leuk. Ja, anyway, ik ben eerst altijd toch veel. Ja, je moet dat ook met meer zijn, hè? Dat ja. Die al die kijk, knuppels. Hier moeten zien hoeveel opbergruimte ze hier hebben. Oh. Opbergruimte genoeg, dat is echt wel goed gezien allemaal. Hier heb je een trapje. En als je die omhoog gaat, dan kom je in het leefgedeelte. Een gigantische woonkamer heb je hier. Dat opgelet, hè? Met een grote sofa, ik denk de grootste die ze hebben. En dan nog eens een sofa, hier langs deze hoek. Tafeltje, opnieuw een open haard. Het zijn dus inderdaad volgens mij 2 cottages die ze aan elkaar hebben gelinkt. Wel leuk zeg, ook weer opnieuw een terrasje. Hier staat dan natuurlijk geen tafeltje, niet nog een keertje. Hè. Die staat heel erg slim over nagedacht in de keuken. Hier heb je wel lichtstoeltjes, als je zou willen. Kunnen we ons aan het doekje leggen? Kunnen we een beetje zonnen? Ik denk niet echt dat we dat gaan doen. Goed, dan nu? Het kan. Een televisie staat hier. Dan hier zitten we dus aan de andere deur. Ja. Dat is dan hier. Ja. Het opnieuw een toilet. Opnieuw een toilet. We zitten dus al in 1 badkamer, 2 slaapkamers en 2 toiletten die we gezien hebben. En nu wandelen we binnen in slaapkamer 3. Ja. Hier kan jouw mama slapen eventueel. Want die had gevraagd om heel erg dichtbij nog een keer een toilet, want die moet heel erg vaak plassen. Dat is al geclaimd, hè. Ja. En dan hebben we hier een badkamer. Deze heeft geen douche, maar heeft eigenlijk een douche en een bad. Ja, dat is hier. 2 in 1. 2 in 1. En heeft trouwens ook eigenlijk een dubbele lavabo die daar net ook. Daar heb ik niet op gelet eigenlijk. Ja. Het is ook zo groot om helemaal terug te wandelen. Hè. Ja. En dan hebben we hier nog een keer zo'n slaapkamer met een stapelbed. Dat zal voor jouw mama worden, denk ik. Dit is dan al de 3e slaapkamer. Ja. Nee, de vierde slaapkamer. En dit hier is dan nog eens de 5e slaapkamer. Hier kan mijn vader en zijn vrouw slapen. Voilà. Kijk, zie, alle slaapkamerindeling hebben wij al gedaan. Ja, ik hoop dat ze het allemaal goed vinden. Het is hier wel prachtig. Amai, zo groot. Echt, het is heel mooi. Ja, heel mooi. Hier kun je niet over klagen, hè. Amai. Ruimte genoeg, hoor. Wow. Ik denk dat dit zelf groter is dan de vorige keer dat we op vakantie dat we hebben zo eens aan zee gezeten ook. Ja. Dat dit wat groter is. Ja. Niet? Ja. Toch? Ik denk het ook, ja. Ja. Voilà. Hey! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Hier gaan we Jules zijn verjaardag vieren, hè. En dan zo. We zijn onze Jules aan het leren hoe hij die paardtrapjes veilig af kan. Ja, zo? Ja. Let maar. Let maar. Een beetje eng. Nee, blijven staan. Blijven zitten. Zo. Zo, blijven zitten. En dan nog een keer. Zo. Ja. Ja, bijna. Kom maar. Ja. 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 Goed zo. Hé, goed hè. En nog een keer. Schattig hè. Je leert zoveel nieuwe dingen. Goed bezet hè. We hebben alles in onze cottage geladen. En nu hebben we net onze auto hier geparkeerd op de parking. Moeten we het koffer dicht doen. Zo is dat hè, bij Center Parks. De parken zijn allemaal autovrij. Ja. Dus dat is dan ook logisch dat je wagen op de parkeerplaats... Ja. We zijn 2 keer komen vragen. Ik vind dat iets goed eigenlijk. Ja. We waren even snel nog aan het uitladen. Dus ja, daarna hebben we hem nu direct eigenlijk hier gezet. Dat is ook trouwens handig, want nu zitten we trouwens rechtstreeks ook al waar het dus ook eigenlijk de Market Dome is en zo.
kon die al een keer even zo gaan eigenlijk werken naar de markt toe. Eigenlijk zo'n beetje het centrum eigenlijk van Center Parcs. Daar zijn we nu. Dan kun je ook al eventjes gaan eigenlijk verkennen. Hè? Want de vorige keer toen we hier waren, was het dus eigenlijk corona. En toen hebben we daar eigenlijk niets eigenlijk, ja, kunnen gaan doen of ontdekken of eten of drinken. Of... En nu wel, dat is ook wel weer fijn. Kunnen we weer, dat we heel veel kunnen ontdekken en dingen. Ja, 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 toen wel. Maar ik bedoel, dan toen in de Dome was toen niet zo open. Enkel afhaal. Toen was dat denk ik dat we trouwens ook nog afhaal hebben gedaan. We gaan niet direct alles verkennen, hè, want dat weten we van de vorige keer. Als je nu direct alles verkent... Dan heb je alles al gezien. Het is leuk om nieuwtjes te blijven meer, houden. Hè. Ja, dat moet een beetje uitgedaagd worden. De wip, op de wip, zeg. We gaan wippen. Mama gaat langs de andere kant zitten. Joe! En goed vast, hè? Joe! Hij heeft iets gevonden, papa, een dennenappel. Oh, als hij dat daarop gaat leggen. Een kleiband daar. Droep. De dennenappel gaat eraan. Zo. Oei, oei, oei. Ga maar eens, hè? Jee, voetjes omhoog. Jee! Omlaag, omhoog en omlaag. Zullen we goed vasthouden, hè? We hebben nog eventjes nog eigenlijk een... We hebben nog heel eventjes een speeltuinentocht gedaan, was mama aan het vertellen. Maar nu gaan we terug. Je hebt hier heel wat speeltuinen hier op het park. Hier heb je er nog eentje bijvoorbeeld. En we hebben er een paar nu gedaan. Zie je al een paar al gaan eigenlijk bezoeken. Maar nu is het dringend bedtijd. Dus Jules is ook heel erg moe. En wij eigenlijk ook wel. En we gaan onze Jules in bed stoppen. Dus zijn we zelf ook in bed kruipen. Wat een mooi plaatje hier, hè? Zo heel veel mooie groene stukjes. Mooie Jules? Bah. Ja. Daar een eentje. Een eentje. Alle eentjes zwemmen in het water. Valt er al de rier. Ja. Valt er al de raar. Wauw, zeg. Heel mooi. Wij gaan hier dus ook onze vlog afsluiten. En wij zien jou heel graag morgen weer. Vanaf morgen starten dus eigenlijk onze Jules zijn verjaardagweek samen met al zijn grootouders. Dus dat wordt heel leuk. Zwaaien jullie nog? Dag. Dag. Woof!